lieve mensen. Ik zit naar jullie commentaren te kijken. Eigenlijk doe ik dat nooit via YouTube Studio heet dat. Ik reageer altijd op de commentaren van de filmpjes die ik heb geüpload. En dan kan het wel eens zijn dat ik dus commentaren mis. Ik heb nu ook gezien dat ik best wel heel veel commentaren heb gemist van mensen die veel later reageren op mijn video's, op onze video's. Ik krijg zo'n lijstje van 9 plus staat er dan. En dan heb ik meestal per vlog zo'n, nou zeg zo'n 25 reacties waar ik op reageer. En daarna gaat de volgende vlog alweer in. Dat is bij mij om de dag. Het is ook eigenlijk niet te doen om daarna ook nog te kijken naar al die oude filmpjes om de dag. Dat loopt aardig op. Op alle commentaren en vragen die er dan zijn gekomen. Dat vind ik jammer, want daardoor mis ik dus ook wel vragen. Nu heb ik toevallig vanmiddag tijd om ze wel door te lopen. En heb ik dus ook antwoord gegeven op verschillende van jullie vragen. Mijn excuses dus daarvoor. Het is gewoon een kwestie van tijdgebrek. Omdat er zo ongelooflijk veel filmpjes, dus zeker zo'n 15, 16 in de maand, geüpload worden door mij. Heb ik het op een gegeven moment gewoon niet meer in de gaten. Dus kijk jij niet altijd naar de nieuwste filmpjes, maar ben je een beetje aan het scrollen en vraag je daarna stel je daarna een vraag, dan is dus de kans groot dat ik dat niet zie. Je kunt me altijd mailen als je dat wil. Of via Facebook een berichtje sturen via Messenger. Dan wordt dat een berichtenverzoek. En dat zie ik ook niet altijd direct, maar wel sneller dan dat je op een oud filmpje reageert. Ik probeer gewoon altijd antwoord te geven. Maar ik zie dus niet altijd alles. En dat vind ik zelf ook jammer. Maar onder in de beschrijving staan manieren waarop je mij directer kunt bereiken. Oké, hoi. Ik hoor van alles. Aha, daar is die. Weer allemaal aan het vogelen. Nou, hier even een klein beetje dit recht door maken. Dus we zijn zoiets hier aan deze kant. Ja, het ziet er niet mooi uit. Ja, ik zie het al niet, maar... Nee, maar de buurtjes wel. Die waren... erg nieuwsgierig wat we allemaal gingen doen. Nou, Geer heeft hier een heel deel grond gelijk gemaakt. Wordt een opslag voor planken. Kan hij niet beter gewoon bij de rest van de planken? Ja. Dat is een beetje voorop. Ah. Dus dat moet gewoon weg. Ja. Als we weer een keer naar Stiekkerkel gaan, moeten we even mee. Ja. Dacht je ervan? Bakkie. Even een bakkie doen. Even lekker een bakkie doen. Zo, je hebt aardig wat wortels eruit getrokken nog. Is dit... dit is nog niet waterpas natuurlijk. Ja. Is dit wel waterpas? Redelijk, tenminste, sowieso de zijkant, hè? Ja. Dat is redelijk waterpas. Mm-hmm. Nou, even uitleggen. Ja, leg jij het even uit. Ja, zal ik het even uitleggen dan? Nou, kom hier dan. Nieuw. Leg jij het maar eens uit. We hebben nog zo'n schuur, zoals die groene daar. En dat spul is niet zwaar. Die willen we hier bouwen. Okay. Nou, die willen we hier bouwen. Maar jullie hebben misschien wel gezien dat, dat dakje daarvan vrij laag is. Dus als we daarin staan, kunnen we allebei net in het midden staan, zo. Maar doen we dit tong-tong, zitten we tegen de zijkant van het dak aan. Geer wil dus de volgende schuur ietsje hoger plaatsen. Daar hebben we grote betonpoeren voor. Die zijn maar zo hoog, maar ze zijn zo breed. Daar gaat hij draad intappen. Die dingen hebben we al, die klemmen. Daarop bouwt hij een bindsysteem zoals daar. Maar het verschil met die is dat er geen bodem in komt. We gaan dus gewoon deze vloer gebruiken. Hier zal wel iets opkomen, zodat het makkelijker loopt en met machines rijdt en dergelijke. Maar we gaan niet een zwevende vloer maken.
Waarom? Omdat we dus wat extra lengte willen hebben. Dus de schuur bouwt Geertje op een bint. Is het 20 centimeter hoger of zo, zoiets? De betonblokken zijn 30 hoog. Ja. Dus de schuur komt tot 30 hoger. De binten die ik gehaald heb gisteren, die zijn 13 hoog. Oké. Okay. Ja, dus 13 en 30. 43. Dus ik kom 43 centimeter hoger. Ja, dat is mooi. Dus daar kan er nog een vloertje in. Het is alleen maar een omhulsel. Ja. Ja, we gebruiken het alleen maar als omhulsel. Ik kon zelfs die panelen redelijk tillen. dus het is geen zware schuur. We hoeven dus niets in te graven. Hij komt op 6 van die poeren te staan. Ja. Ja, dat is dus 2 meer dan het hok daar. En nou ja, we gaan gewoon kijken hoe dat gaat. Geertje wilde eerst beton storten om daar die poeren op te zetten. Maar onze grond verzakt niet. Het is heel harde, stenige grond. Dus we gaan eens kijken hoe dat gaat. Lukt het niet, dan krikken we het zoetje op en dan doen we alsnog een tegeldronder of zo. We hebben namelijk die tegels niet. En leuk dat iedereen altijd helpt denken. Heel goed. Maar het van ga dan even wat halen en kopen, dat is er bij ons niet bij. Dat even, dat is een hele dag. En kopen doen we het liefst dus niet. We werken met de materialen die we hebben. Nou, we hebben wel wat... Kopen, want je hebt mijn schep gebroken. Ja hoor. Allemaal een stok uit bos halen. We hebben wel platte stenen die we zouden kunnen ingraven. Bijvoorbeeld in die hoek lijkt me dat helemaal geen dom idee. Zodat die toch wat extra weerstand heeft. We gaan wel zien. In ieder geval gaan we niet meer met hout werken. Want de hokken heeft hij met hout gewerkt. En de... Ja, kijk. Dat is alvast iets. Dat geeft iets meer weerstand. We hebben wel het een en ander. Kijken we wel. Kan ik deze hoek opzetten? Dat is de vervelendste hoek. Ja, die is wat afgekalfd. Ja. Het hout van de hokken hier, dat waren pellets, die waren wel verrot. En dat hebben jullie misschien gezien toen we het van de week wegflikkerden. Weggooien. Nou ja, dit laten we even inkuilen en dan gaan we van bakkie doen. Hoi? We gaan kuilen. Bakkie doen. Bakkie doen. Mee. Yeah. You. Die doet het. Nou, alleen maar bonen doen het niet. Maar hier heb ik rode palmkool, groene palmkool, knolraap en koolraap geplant. Dat komt allemaal wel. Nou, die druif gaat perfect. De clematis doet het ook goed. Die heeft hier een heel nieuw toefje. En daar ook. En deze jongens zijn allemaal gespleten, dus wie weet. En nou ja, dit gaat ook vreemdig. Het gaat langzaam, maar het gaat. Dit zijn mijn plukslaapplantjes. En hier zie je... Hier staat het wat te krengen, maar hier doet het wel. Winterpostelijn. Hier heb ik allemaal peen gezaaid. Daar is mijn blaadje van omgevallen. Die zal ik even pakken. Peen. Zo, dat is allemaal dit. En hier heb ik... Ik heb tomatenplanten gekregen van de moeder van Geerse klant. Het is allemaal verschil. Waarom staat die daar aan? Verschillende soorten. Geen idee waarom die daar staat. Nee, ik ben er geweest. Ja, nou. Ik moest even de sporen niet uitgewist. Nee. Deze gaat als een trein. Die gaat als een trein. Die gaan allemaal goed. Die ga ik van de zomer wel uitplanten. Nu nog niet. Oh, kijk nou. Hier komt ook. Het lullig is, hier heb ik als enige niks ingedaan. Maar volgens mij is dit paprika. En dit zijn tostomaten. God, het is warm hier, zeg. En die in die pot, die krijgt ook groeistuipen, zie je dat? Ja. Die. Maar mooi. Straks even water geven. En wat ik buiten heb gemaakt, tenminste, ik heb het niet gemaakt. Geer heeft het gemaakt. Die doet al het zware werk. Hier staat nu even niks in. Want hier had ik aardappels in, maar die zijn verhuisd hierheen. Deze twee bakken, daar heb ik het gras onderuit gestoken. Geer heeft dat voor de andere bak gedaan. En hij heeft ze gevuld met de aarde met kippenpoep. En nou ja, nu is het afwachten. Afwachten. Ja. Als er een plantje boven komen, je hebt er ruimte genoeg, gooi je weer wat aarde erop. Ja. Dus dan... Nou, we zien hoe dat zich ontwikkelt. Hebben we nou een broedse kip of weet je het niet? Nee. Niet, jammer. Ze gaan allemaal zo naar je af. Ja.
Ja, het zijn jongen natuurlijk, hè. Ze zijn van vorig jaar. De ervaren moeders zijn de bruine. Ik hoor allemaal tevreden geluidjes. Allemaal tevreden geluidjes. Eén is binnen, denk ik, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zie ik er hier. Oh, eigenlijk hier. Oh, tak, tak. Oh, die ene doet dat steeds hier voor die deur hier. Is die nog heel? Nee. Oh. Dan kunnen we een gebakken ijsje maken. Ja, zonde. Ja, ze zijn niet zo voorzichtig. En ze hebben genoeg grit, dus daar ligt het niet aan. Het zijn geen zwakke schalen. Maar ze lopen er allemaal overheen te walsen. Oh, nog meer. Nou, geel kunsteieren, leg ik je erin dan? Voor ze boest. Nou, dan doen we dat. Ik heb eieren zat. Ja, geen rode, maar geel. Oké, koffietijd. Indy, je ziet er niet uit. Heb je weer lopen graven, Ketan? Hele, even kijken hoor, heeft hij lopen graven? Nou, hij heeft bij mij helemaal rotzooi. Oh ja, maar dit hier weer. Kijk eens. Indy? Nou, ik kan een vette steen in gooien of zo. Ja, alsof ik kan al een hoop stenen gewoon hier ook tegenaan te gooien. Uh-huh. Want dat is ook denk ik maar voor die vossen is het heel slecht. Dus een hele rij stenen zo omheen. Ja. Ja, of plaat op zijn kant. Je platen zat. Plaat is makkelijker, want dan tussen stenen komt onkruid. Dat is waardeloos weghalen. Hoi, wil je niet meer graven? Kijk die kop van hem. Indy, wat zie je eruit? Hoi. Kom eens hier. Ga zitten. Ga zitten. Kijk mij eens aan. Met een grijze hond. Oké, koffie. En dit wordt een gebakken eitje. Een heel vers gebakken eitje. Zie jullie. Doei. Dus die stroopwafel. Het is niet goed voor zijn tandjes. Oh. Volgens mij werkt het beter als je ze uit de verpakking houdt. Ja. Gaat hij niet redden zeker? Nou, ook dat. Mijn koffie is niet te warm genoeg. Aha. Lekker hè? Bakkie. Hij is zo. Nou ja, dat had ik gezien. Kijk dan, zit gelijk te bedelen. Zucht. Dit is toch wel, man. Hij vindt je zo lief. Dit is maar kom. Wat moeten we hiervan vinden? Deze wolkjes. Nou, de regen is welkom. Dat is sowieso, maar... Het heeft inderdaad wel even... Nou, ik dacht dat het gewoon miezer was. Toen ik hem uitliet gisteren, toen miezerde het. Gisteren kwam toen op de bank zat, toen hoorde ik een beetje regen. Ja, nou ja, het stelt toch helemaal... Het is geplenst, maar... Nou, moet je eens kijken naar het gras. Het gras heeft wel een impuls gehad. En de blaadjes aan de bomen ook. Dus het was wel even nodig. Maar wat vind je dan? Nee, niet, hè? Nee. Hij is wel mager, maar hij heeft lekker zijn bordje leeg gegeten vanochtend, toch? Ja. Dus hij krijgt 2 keer per dag eten. 3 keer per dag is te veel, dat laat hij staan. Maar 2 keer per dag vindt hij heerlijk. Maar als het even staat, dan wil hij het al niet meer. Want dan is het dan niet meer lekker. Hij is een beetje verwend. Hé, Indy? Kijk hem nou toch mooi zitten daar. Je bent toch geen mol, graver? Maar. Nou, zal ik er een romantisch muziekje bij zetten? Het is pure maagliefde. Vul mijn maag. Nou, ik ga ook even mijn koffie. Zie jullie, bye bye. Hey allemaal, ik ben bezig met het karretje, Maxi. Ik ga er schoonmaken, hem. Ik vind het eigenlijk meer een ventje dan een meisje. Crazy Daisy was een dame. Dit is meer een kereltje. Mijn gevoel. Beetje raar misschien. Sinds onze trip heb ik haar niet meer schoongemaakt. Hey. En dat wordt de hoogste tijd. Geer en ik hebben namelijk een datum in ons hoofd. Wij gaan rijden, gaan we zwerven. En dat is eigenlijk wel vrij snel, over 3 weekjes volgens mij, of 2 weekjes zelfs.
Het wordt tijd om onze Maxi uit te mesten. En even opnieuw in te richten. Met de Bare Essentials. Dat ga ik dus doen. Even kijken of dat zo lukt. Eentje schoonmaken. Allemaal dicht. Hebben deze kant uit, meester. Zo, kijk of dat zonder brokken gaat. Steve vertelde me net het horrorverhaal van zijn dure telefoon. Die viel. Hij staat op 99% op dit moment. En ik ga hem opladen. Uiteraard tijdens het rijden. Met de verbindingen, zeg maar het snoer, dat gaat naar de sigaretten aansteken van de auto. Dit is de EcoFlow Delta. Die hebben wij vorig jaar gekocht. En we hebben hem met allerlei apparaten en dergelijke getest. En de eerste echte test hebben we gedaan toen Geertje en ik naar Nederland en naar Duitsland gingen. Die 2 weken lang. Het is goed gegaan tot een punt dat ik slordig ben geweest en een apparatuur erop aan heb laten staan. En er niet aan gedacht had dat we kleine stukjes reden. Dus hij heeft zich ontladen te ver om ons te kunnen helpen met bijvoorbeeld het opladen van de telefoons. Zo leeg hadden we hem getrokken. Heel dom. We waren een beetje de luxe van Crazy Daisy gewend met grote zonnepanelen op het dak en dergelijke. En de omvormer van 1300 watt of 1200 watt. Hierin zit een omvormer van 1300 watt, dus je kan er aardig wat uittrekken. Maar aan de andere kant moet je hem ook opladen, uiteraard. En het opladen via de sigarettenaansteker, dat gaat langzaam, hebben we ontdekt. Dus dat zou een onderhoudslading kunnen zijn. Zeg maar dat je hem continu op hetzelfde houdt waar hij op staat. Als je vanaf begin af aan laat. En niet dagen stilstaat uiteraard. Maar wil je hem echt een boost geven? Nou, willen wij hem echt een boost geven, dan zullen we dus de zonnepanelen mee moeten nemen. Want dat is wat ons is gebleken. Dat je kunt hem uiteraard, als je bijvoorbeeld alleen maar telefoons hebt. En een accutje van een camera. Kun je hem gerust een hele tijd gebruiken, waarschijnlijk wel 2 weken. Maar mijn laptop stond erop, die aardig wat trok. En ik heb hele avonden heb ik daar zitten editen. En heeft hij gewoon eraan gezeten. Eigenlijk heb ik hem steeds een beetje lading gegeven. Dat doe ik thuis ook met mijn laptop. Die zit eigenlijk altijd in stopcontact zolang ik thuis ben. Wat dom is, want er zit een accu in. Dus hij zou het gerust enkele uren moeten kunnen uithouden. Met een zwaar programma als het editprogramma wat ik gebruik, wat heel veel filmpjes heen en weer slingert en heel veel doet met geluiden en beelden en dat soort dingen, dat vraagt heel wat van de processor, dus vraagt heel wat van de accu, vraagt dus ook heel wat van de accu die er aan hangt. En daarmee heb ik hem dus leeggetrokken. Ik heb hem eraan laten zitten en dat was niet nodig geweest. Maar dat heeft dus best wel een aanslag gepleegd op de capaciteit. Dus hebben jullie er ook eentje gekocht? Want ik heb van verschillende gehoord dat die ook de EcoFlow hebben gekocht. De River bijvoorbeeld, de kleinere. Of zelfs de Delta Pro, de grotere. Het is altijd goed om zuinig te zijn met energie. Zeker als je een accu hebt die je niet kunt opladen via een zonnepaneel. Of aan de stekker, dat natuurlijk het beste is. Want hij laat zich op in van 0 tot 100% in 1,5 uur. Wij zijn toen op een camping gaan staan 1 nacht. We hebben de Delta Flow toen kunnen opladen.
En daarna hebben we de rest van de trip helemaal nergens meer last van gehad. Wat ik prettig vind is een verlengsnoer met zowel USB als 220 uitgangen. Die ik ergens ophang. Dat hadden wij ook al hier in de elastieken van de stoel hangen. Zodat we er makkelijk bij konden. Want hij heeft verschillende laadpunten. Hier moet ik hem opladen. Dus hierin, aan deze zijkant, gaat straks het snoer wat naar de sigaretten aansteken gaat. USB zit aan deze kant en hier zit 220. En dat is op zich helemaal prima als je dat ding ergens in het zicht hebt staan. Maar zit hij onder een bank zoals bij ons, dan is dat lastig om daarbij te kunnen. Dus één snoer wat uitsteekt, is in ons geval op dit moment het beste. Uiteindelijk willen we het wel zo gaan doen dat we bijvoorbeeld stekkertjes ergens hebben zitten die aangesloten zitten aan de Delta Flow, de EcoFlow. Zodat we dus alleen maar in de wand willen pluggen. Nou, dan moet ik eerst het snoertje erin hebben. Zo. En die gaat naar voren. Straks even zien te grijpen. Nou, de vloer is schoon, dus dan ga ik hem inrichten. Dit zijn trouwens zakjes Shell sorteringspozen noemen ze die. Je hebt de rode en groene. Vroeger had je ook nog witte. Deze zijn biologisch afbreekbaar. Niet zo dat ze direct beginnen af te breken. Dat zou ook niet best zijn, want ze moeten 2 weken in mijn container kunnen. Maar we gebruiken ze dus ook tijdens de reis. Omdat we zeker weten dat deze het milieu zo weinig mogelijk belasten. We krijgen elke 2 weken krijgen we nieuwe zakjes. Dus het is gewoon goed om ze ook hier te gebruiken. Nou, dan gaan we dit inrichten. Zoals jullie zien heeft Geer hier, ja, wel met enig grof geweld helaas moest hij dat, die 2 plankjes weggehaald. Die dus zo en zo zaten. En we hebben een fitness elastiek gespannen. Even voor de time being. Net zoals dat we hier al een elastiek hadden. Het is ook weer behelpen even. We hebben dus nog steeds geen la of laden erin. Dat waren we van plan, maar daar heeft hij geen tijd voor gehad. Dus dit wordt even de manier waarop we onze bagage meenemen. Oké. Nou, dat is deze pan. En ik heb deze pan. Ze zijn bijna hetzelfde qua pakvolume. Alleen hier kan wel veel meer in. En de deksel past erop. Maar aan de andere kant is dit wel een hele fijne pan om bij je te hebben. En hij past er. Hij past gewoon. Dit is een prima braadpannetje. Hij past er ook zo in. Even kijken of ik mijn fruitketel kwijt kan. Dat gaat niet. Daar gaat het wel in. Ja, lastig, lastig. Dit gaat wel mee. Zo. De deksel. Eigenlijk kan dat geen kans op, dat is wel mooi. Die gaat terug. Mooi. Nou, de auto is ingericht. Ik moet nog wat spulletjes weghalen, zoals die mand. En ik moet nog wat boodschappentassen pakken en meenemen. En een mandje regelen voor de losse spullen. En dan is het klaar. Is het alleen kleren inpakken en... En dan kunnen we. Ik heb het over dan kunnen we. Jullie zien deze video nadat ik terug ben gekomen van mijn bliksembezoek aan Duitsland. Dus het loopt een beetje vreemd. Want ik heb voorgewerkt en er staan al video's geüpload en in de planning. Die hebben jullie tijdens mijn weg zijn hebben jullie die bekeken. Het schoonmaken, ja, dat doe ik dus nu. Want ik sta op het punt om weg te gaan met Aukje. We gaan mijn telefoon kopen. We gaan voor Steve een JBL Bluetooth box kopen. Dat scheelt 70 euro met Zweden. Dus het is echt de moeite waard om die voor hem in Duitsland te kopen.
En we gaan voor Geer een slijpschuurmachine kopen die je op een werkbank kan neerzetten. Die kost 65 of 64 euro bij Hornbach. En die kost hier ruim het dubbele. Dezelfde machine, dezelfde merk. Die gaan we halen en dan nog wat kleine boodschapjes. En dan is die reis ook weer voor elkaar. Dat wordt een hele kleine testrit voor de elastieken in de kast. Of dat blijft zitten. En dan is de bedoeling dat Geer en ik rond gaan zwerven. En waar naartoe, dat weten we nog niet. Dat zal waarschijnlijk ergens in Zweden zijn. Het ligt een beetje aan het weer. Maar dan zijn we alweer wat wijzer met het inrichten. En misschien heeft Geer in de tussentijd nog tijd om wat dingen aan te passen. Geen idee. Het maakt op zich niet uit, want we hebben het prima naar ons zin gehad in die auto met die kleine erbij. En die gaat uiteraard weer mee. Oké. Nou, dat was dat voor wat betreft het schoonmaken en inrichten van onze Maxi. We zien elkaar weer. Bye. Vind je onze video's leuk? Kijk dan ook deze even. Hey, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en we zien elkaar. Bye, tot de volgende.